Hallo, iedereen kent u als Danny uit thuis, maar wie bent u in het echte leven? Goh, uh, wie ben ik in het echte leven? Ik ben Wouter Vermeijren. Um, ik heb pas laat eigenlijk een toneelopleiding gevolgd in Maastricht. En sinds 2010 um, werk ik als dramadocent, als regisseur en acteur in Vlaanderen en Nederland. En ik kom uit, ook uit de streek, uit het Aalsterse. Dus deze omgeving is mij wel bekend. Sinds Cor bent u uitgeschreven uit Thuis. Was het uw eigen keuze of liep uw scenario ten einde? Het was zeer zeker niet mijn eigen keuze want ik wil graag een rolletje spelen, zo'n slechterik. Uh, maar goed, als je het scenario bekijkt dan is het ook logisch omdat uh, dat personage was nodig om maatschappelijke thematiek aan te raken, maar zo'n personage kan ook nooit in een, in een reeks als Thuis blijven rondlopen, want het publiek ja, accepteert dat niet die haten die mensen zo erg, dat die niet zomaar terug in elke scène kan terugkomen, dus vandaar het scenario was bepaald door de productieleiding, maar ik wist dat natuurlijk wel. En ik, zeg het, ik had daarin de keuze, maar het is leuker om zo'n rolletje te kunnen spelen dan helemaal niks. Of de hele tijd een brave politieagent. Dat is ook wel mooi, maar dat is niet zo interessant om te spelen. Dus een bewuste keuze van de productie, maar ik heb me daar ook met, met goedkeuring bij neergelegd. Voilà. Heeft u wel eens verrassende of erge reacties gekregen op uw rol in Thuis? Uh, ik heb heel veel reacties gekregen, vooral mensen die uh, Agent Danny, dus verstaan me niet verkeerd, ik als zelf persoonlijk ben eigenlijk nooit echt bedreigd of uh, heb erge aanvallen gekregen. Maar veel op mijn personage, die uh, iedereen wou hem vermoorden of, of de bak insteken of vond mij een onwaarschijnlijk smerig mannetje. Dus uh, die reacties waren soms wel erg, maar goed, als je dat plaatst, dat gaat over Agent en niet over mij, dus... Uh, dat wel via Facebook en Twitter zo. Maar persoonlijke leuke verrassingen waren dat eigenlijk uh, veel jongeren uit de leeftijdsgroep tussen ik zeg maar 12 en 18. Die wouden allemaal op de foto en dat had ik niet verwacht en dat was eigenlijk verrassend positief, omdat ik dacht, elke jongere die loopt nu mijlen ver van mij weg als die mij ziet. Maar het tegendeel is waar, mijn, mijn eerste reactie die ik gekregen had was van een, een vijftal jongens van een jaar of twaalf die stra op straat achter mij liepen en hey Danny, hey Danny, riepen en ik dacht van mijn god, hier gaan we, wat moet ik daarmee doen? Maar toen ze uiteindelijk dichter kwamen en ik draaide mij om en ik zei ja jongens, wat is er? Dan vroegen ze eigenlijk gewoon, oh, mogen we hun een hand geven en mee op de foto en... en dus het verrassende was daarin voor mij dat veel mensen. Natuurlijk kunnen ze fictie en realiteit onderscheiden. Maar mensen bleven toch heel aardig en, en beleefd. En wouden eigenlijk met, zoals andere mensen het thuis gewoon mee op de foto. Dus dat was heel, wel heel leuk. U regisseert ook het toneelstuk op onze school. Waarom moeten we zeker komen kijken? Omdat het fantastisch wordt. Hè. Zeker mensen moeten komen kijken. Het is een, een verhaal over een. een maatschappij Waar andere regels gelden dan de onze. En dat maakt het net zo interessant, omdat je in de huidige maatschappij zijn er ook bepaalde regels die gelden, waardoor wij zijn wie we zijn. Maar als je die regels verandert, en ik ga natuurlijk niet te veel verklappen, dan, dan krijg je ineens totaal ander beeld, um, andere machtsverhoudingen. Uh, en dat is het interessante eraan. Het is eigenlijk voor alle leeftijden. Um, en iedereen vindt er wel een stukje waarheid in. En het is ook. Ja, ik zei het is ook een heel bijzonder verhaal. En daarom kan ik de mensen alleen maar aanraden om te komen kijken, want het wordt echt iets speciaals. Wat doet u het liefste? In thuis spelen of regisseren? Nou, dat is een gemene vraag, maar uh, het liefste spelen, zowel in thuis als, als op theater of, of voor camera. Ik bedoel, voor mij is dat leuker omdat ik dan een personage kan vertolken en dan sta je ook op de scène. En welke acteur staat niet graag op de scène? Ik dus ook. Regisseren vind ik ook plezant, alleen vind ik het dan minder dat ik het niet zelf kan of mag spelen. Met een groep naar iets toewerken is altijd heel leuk, maar het is altijd jammer om niet zelf te mogen spelen. Dus mijn absolute voorkeur is spelen, spelen, spelen. Oké, okay, bedankt voor dit interview. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Zoals je ziet wordt het een prachtige voorstelling. Kom zeker en vast in Kijkje nemen op 27 en 28 februari.